evenementen. Het wordt versoepeld. Ja. Meer dan 250 bezoekers, dan moet iedereen gaan zitten. Betekent dat dat er een streep door de jaarmarkt in Alphen kan? Ik denk dat we met de gegevens die we gisteravond hebben gehoord, vooral de jaarmarkt en alle organisatoren uit moeten nodigen om te kijken wat er wel kan. Een jaarmarkt met over de hele dag heen meer dan 100.000 bezoekers die anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar houden, ik denk dat dat een illusie is. Dus de jaarmarkt zoals we die in de afgelopen jaren hebben gehad, zal zeker niet de jaarmarkt dit jaar zijn. Maar als de organisatie met een voorstel komt om op een bepaald deel van het marktterrein een kermis mogelijk te maken, misschien op andere onderdelen, andere dingen, dat we verschillende evenementen verspreid door de stad heen, waarbij we de bezoekers wat beter kunnen reguleren en die anderhalve meter ook beter in acht kunnen nemen, dat we dan misschien nog wel tot creatieve oplossingen komen. En het mooie is dat we nu weten waar we aan toe zijn en dat we nog 3 maanden hebben om te kijken wat er wel kan. Geen jaarmarkt oude stijl, ik denk dat we daar heel helder over moeten zijn. Dat zal dit jaar echt niet kunnen. En ja, wat mij betreft de uitnodiging om te kijken of dat er ideeën, wensen, suggesties zijn over wat eventueel wel kan. Hoe ziet u dat dan voor zich bij de jaarmarkt? Want op zich is het volgens mij vrij helder. Een evenement met meer dan 250 bezoekers moet iedereen zitten. Een evenement wanneer er een vergunning verleend moet worden. Nou, van ja, maar moet je volgens mij altijd een evenement verlenen? Het gaat er niet om dat mensen moeten gaan zitten bij een evenement. Als het buiten is, dan mag een evenement met meer dan 250 mensen, mits je dan bijvoorbeeld iets doet met reserveringen. Of met toegangs- en uitgangscontroles. Dus je kunt je best een kleine kermis voorstellen die bij wijze van spreken in de hekken gezet wordt met een in- en een uitgang, waarin je kunt tellen met van die tellertjes hoeveel mensen er op welk moment binnen zijn en dan ook de doorstroming op de goede manier kunt begeleiden. Dus er zijn best, als je daar goed over nadenkt, dingen mogelijk, ook in termen van kleinere evenementen. Maar 100.000 mensen in het centrum van Alphen aan de Rijn die anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar moeten houden, dat gaat niet lukken. Er zou nog een optie zijn om er meerdere evenementen van te maken. Je maakt van de kermis een apart evenement, je maakt bijvoorbeeld van het optreden op het Rijnplein een apart evenement. Is daar speelruimte in te bedenken? Daar is absoluut speelruimte in te bedenken. Dus als je ideeën hebt, zou ik iedereen uit willen nodigen om zich tot de organisatie van de jaarmarkt te wenden. En te kijken over hoe dat we binnen de huidige constellatie van er kan steeds meer, mits die anderhalve meter in acht wordt genomen, wat er dan wel mogelijk is. Heeft u ideeën bijvoorbeeld voor de Alphense Oktoberfeest of de intocht van Sinterklaas? 2 grote evenementen die er nog voor dit jaar aan zitten te komen? Zover heb ik nog niet doorgedacht. Het nieuws is ook nog maar nog geen 24 uur oud. De eerste uitdaging ligt denk ik in het nadenken over de evenementen van september. En daar leren we vast weer heel veel van voor intochten, voor andere evenementen. Het voordeel natuurlijk van de evenementen in september is dat ze meestal buiten zijn. En je ziet ook dat er een groot verschil is tussen datgene wat buiten kan en wat binnen mogelijk is. En naarmate je verder in het jaar komt, Oktoberfesten, dat is vaak toch in tenten. En dan gelden er alweer andere regels dan buiten het geval is. En als nou de organisatoren van grote evenementen die in 2021 weer plaats moeten hebben naar u komen en vragen van burgemeester, wat kunnen wij nu het beste doen? Waar moeten we rekening mee houden qua voorbereidingen? Denk aan de carnavalsoptocht in Boskoop, het zomerspektakel aan het midden, trekfamiliedag in Koudekerk. Wat zou u dan tegen die mensen zeggen? Dan zou ik zeggen, wacht even tot 1 januari 2021. En laten we dan om tafel gaan om te kijken wat er dan mogelijk is en eventueel ook nog niet mogelijk is. Als we één ding weten, dan is dat het virus heel onvoorspelbaar is. Dat heel veel wetenschappers toch ook nog zeggen dat we rekening moeten houden met dat virus totdat er een vaccin is. Wanneer dat er is, weten we met z'n allen niet. Dus er zijn nog zoveel onzekerheden. Laten we even vieren de grotere vrijheid die we nu hebben gekregen. Nadenken over hoe dat we in september misschien weer een aantal evenementen met wat meer publiek kunnen gaan hebben. Hoe dat de sportwedstrijden weer met publiek gespeeld kunnen worden. En noem al dat soort dingen maar op. En
2021 is dan echt nog eventjes ver weg. Ja, want in het verlengde daarvan, het kabinet heeft ook gezegd, vanaf 1 september of na 1 september gaan we bijvoorbeeld overwegen of de discotheken weer open mogen gaan. Ik kan me voorstellen dat als er besloten wordt om ergens dit najaar de discotheken weer te openen, dat er eigenlijk ook geen beperking is te bedenken voor bijvoorbeeld festivals. Ja, maar dat zijn allemaal als-dan vragen. En wij hebben het op dit moment te doen met de zekerheid die we gisteren hebben gekregen voor de periode van nu tot in ieder geval in de loop van september. Laten we ons daarop concentreren. En er zijn heel veel wetenschappers aan het nadenken, aan het evalueren wat eventueel volgende stappen weer kunnen zijn. Maar het lijkt me niet verstandig om daarop vooruit te lopen.